volgende vergelijking is ook weer zo'n meerstapsvergelijking. Waarom? Je hebt hier nu een haakje staan. De bedoeling is dan altijd dat je dat haakje eerst gaat wegwerken. 4 maal, en dan heb je hier een verschil tussen staan, is 16. We gaan het haakje wegwerken door de distributiviteit toe te passen. 4 maal 2, dat is 8. 4 maal min x is min 4x. En dat is gelijk aan 16. Dit is uw linkerlid, dit is uw rechterlid, en nu los je gewoon uw vergelijking op zoals daarvoor. Dus eerst dan vooral mijn onbekende term aan, min 4x, mijn bekende termen 8 en 16. Wat staat er niet goed? Dus je kijkt, onbekende term moet allemaal in het linkerlid staan. Dit staat allemaal in het linkerlid, goed. Tweede stap, bekende term in het rechterlid. 8 staat in het linkerlid, dus dit moet weg. Plus 8 moet dan min 8 in het linkerlid, dus min 8 in het rechterlid. Je houdt min 4x over in het linkerlid en je houdt 8 over in het rechterlid. Laatste stap, van min 4x moet je naar 1x gaan. Dan ga je gedeeld door min 4 doen. Min 4 gedeeld door min 4 is 1. Dan doe je 8 ook gedeeld door min 4 en dan krijg je 2. Dus min 2, pardon, v is gelijk aan min 2. En dan ben je klaar.